new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Vandaag een wandeling doen. Daarvoor zijn we even weer teruggereden, zeg maar, omhoog. Ik weet daar niet eens hoeveel kilometer, 40 of zo, dacht ik. Ja, daar zijn we hier. Het Brad van Lid. Ongetwijfeld spreek je er anders uit. Maar hier gaan we een kleine wandeling. Een beetje een natte boel hier, dus het heeft al wat geregend, denk ik. Je hebt drie routes hier. Dit is de langste, 6,8. Er zitten wel pittige stukken in qua klimmen en zo. Ja, die valt af. We hebben helemaal geen zin in vandaag. Ik moet even bijstellen. Sorry. Ja, nou, je ziet het, de strofling daar. De strofling daar van 2 kilometer of 1 kilometer even hier. Hè? Nou, we hebben gehoord dat die oranje wel leuk is. Dus die gaan we even doen. Kijken waar we uitkomen. Ook deel door het bos heb ik begrepen. Ja, leuk. Kijk, we zien hier al. Oh, er zit hier al. Als je hem te lopen, dan kan je hier wel later, zeg maar, hè? 200 meter verder. Ja, misschien dat de stroom onwaarts wel wat kunnen zien. Hij is leuk. Ook stukjes hier ook. En zo de dag nog kunnen we wat in even zitten. Stookplaatsie, uiteraard. Nou, naast Brad van Lid, wegje ervoor links, zeg maar. Dan komt er deze uit, daar zitten wij uiteraard. Die gaat naar Mollen. Wij me zoeken hier al. Terwijl daar de waterval is. Dus we hebben. Genoten van een paar kilometer gravel. Ja, het was een goede weg. We gaan weer verder. Eerst een stuk met bos. En dan hoop ik zo even langs de rivier te kunnen lopen.
Dat is wel een mooi bos zo. Prachtige sierduin zou ik zeggen. Niks meer aan doen. Dit is een mooie omgeving voor hertjes en wild. Om te drinken, maar ik weet niet hoe ver dat droog is, zeg maar. Of dat toegankelijk is. Dat is het eerder hier doen. Wat leuk, een open veldje zo. Nou, ik moet zeggen, leuke wandeling. Geen idee hoe ver we zijn. Ja. Daar zit de sluizen. En rechts weet ik ook niet wat het hier zijn. Hè? Lijkt wel of hier ook iets van elektriciteit is geweest. Of, in ieder geval van regulering van de stroom, denk ik. Maar misschien valt het daar wel recht uit. Moet ik even kijken. Dat is mooi. Het kan ook veel rode stenen. Nou, dit is een puntentapje. De brak gelet is 500 meter die kant op. Waar ze weer gebouwd hebben, weet ik niet. Nee. Ja. Ja, ze zijn heel erg. Ja, ik wil dat gelet prima. Heel lopen.
Leuke dagen voor. Oeps, daar heb je daar weer. Nou, maar wat hebben wij net gedaan? Hé? Hey? Wij zijn wezen eten in een Zweeds restaurant. Ja. Nou. Ah, een restaurant. Ja, het was een restaurant, ja. Er zitten allemaal Zweedse mannen zitten te eten. Onder de middag. Dagmenu. Dagmenu. Voor een tientje. Ja. En kon je pakken wat je wilde. Als het een buffet opgediend, zeg maar. Wisten niet helemaal wat we aten allemaal. Het meeste was wel bekend. Het ene sausje die. Dat was hartstikke lekker. Ja, maar nee, niks was bekend. Want ik dacht spek, bruine bonen, dat zag ik allemaal wel. Ja, dat zag ik. En die rode saus die je altijd bij de Zweedse balletjes krijgt in IKEA. Dat herkenden we, maar het was gewoon lekker. De salade, er stond een knekkenbrood, stond van alles. Joh. Ja, dat was leuk. In Eckhart. In Eckhart, bij de kerk. Bij de kerk. Mooie kerk. Nou, ik vind het wel een bijzondere mooie kerk. Even van dichterbij bekijken. Wat ruim opgezet trouwens, dat kerkhof. Ja. Er zijn wel heel oude grafstenen, denk ik. Zo te zien. Dat is wel bijzonder. Mooi gemaakt. Ja. Gewoon planken. Wel leuk. Hij is gesloten. Ik ga er niet in. Ah, mooi hoor. Hij was up het. Alleen vergeten het bordje om te draaien. Ga je naar binnen? Er is een heel houtstoken hier, denk ik. Ja. Een grote kerk. Ja. Het zit anders in het kerkje bij dat Sami dorp. Ja, maar die vond ik ook al wel aardig groot. Ja. Kijk, dan heb je in ieder geval een knap orgel. Die van haar zonen en haar
Liefheid. Ja. Geen idee. Oh, maar kijk, daar is nog een gigantische orgel daar. Tering. Oh ja. We hebben er twee. Dat is een gigantische kerkhof, mensen. Een hoop familiegraven. Allemaal van die dingetjes erin en zo. Ja. Bijna niemand echt alleen hier, lijkt wel. Nee. Dat denk ik niet. Wordt netjes onderhouden. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook wel. Ja, het is groot. Het is groot. Oh, nou daar. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn we weer? Ja. Vanuit Rada. Ja. Hetzelfde plekje als gisteren. Maar. Ja, het zonnetje schijnt, hè? Prima te doen. Ja, vanochtend nog dikke regen hier in de buurt en nu is het zonnetje. Ja. Nou, prima. We zaten net een tel in de camper na een wandeling bij Bradverlet en toen begon het toch te regenen. Ik zeg, nou, dat is toch weer mazzel. Ja, verreffend. En onderweg regen, toen gingen we even naar Exerhard, zoiets. Exerhard, ja. Nou, dat hebben ze gezien, hè. We hebben daar even gegeten, we hebben in de kerk rondgekeken. Een mooie kerk. Ja, hele mooie kerk. Sowieso is een mooie kerk hier in Ja, geen één kerk Zweden. Is hier hetzelfde. Nee. Nee. Dus nog één nachtje en dan gaan we weer terug. Gaan we weer naar het zuiden zakken. Ja. Nou, en hoe en welke route we nemen, weten we nog niet. Moeten helemaal we even bedenken, we weten het ongeveer, maar. Ja, we zullen zien. Ja, morgen gaan we rijden, dan weten we het zeker. Tot morgen. Ja. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei. Doei.